Dit deuntje klinkt als muziek in de oren voor de Nintendo-fans van het eerste uur. Die fans zijn inmiddels zo oud dat ze studeren aan de TU Eindhoven. En daar bouwden ze een gigantische gamecontroller die ook nog eens goed is voor je conditie. Ik beheer de springknop momenteel. Het is een goede workout. Ik moet wel goed opletten. Oh. Ronald moet wel een beetje meer richten. Hoe oud ben jij? Ik ben 24. En kende jij dit spel? Om heel eerlijk te zijn, ik heb zelf niet heel veel retro games gespeeld, want ja, dit is allemaal nog van voor mijn tijd. Ja, sprint of niet? Nee. Lopen dan. Ik zag op een gegeven moment ergens een artikel voorbij komen dat een wereldrecord voor de grootste gamecontroller was gebroken. Nou ja, het huidige record ligt bij de Universiteit van Delft, dus dat moet natuurlijk gebroken worden. Zie je wel, dat is niet zo makkelijk. Oh, het is heel belangrijk als je de wereldrecord wil verbreken, ja. In Delft hebben ze een controller van 4 meter en wij hebben er eentje van 6 meter. Voor mij zijn mensen hartstikke enthousiast. Ik zie continu mensen kijken, mensen die even stilstaan als ze langslopen.